staan in een stoet en we zijn carnaval aan het vieren. Is het heel moeilijk om mee te stappen op deze manier? Toch wel een klein beetje. Dat pak botst de hele tijd wel tegen mijn benen, maar voor de rest lukt het wel. Wij zijn verkleed als een Chinese draak. Mijn vriendin heeft het pak eigenlijk helemaal zelf gemaakt met haar mama en papa. En heeft er wel 3 weken ongeveer aan gewerkt. Ja, bolletjes hebben. Wij zijn verkleed als bompas. We zijn hier bolletjes aan het uitdelen en geld aan het uitdelen. Omdat bompas dat meestal ook wel doen. Een bolletje. Hier, kom er iets leuk mee. Oh, mijn rug. Ik vind carnaval leuk omdat iedereen is verkleed en dat lijkt op een feestje. Dat is leuk. Wij zijn Wouters. Ik ben een visstick. En ik ben een visser. Ik ben een Rubik's Cube. Ik moet de hele dag in een doos lopen, maar ik vind dat wel leuk. Dan kan iedereen zien dat ik van Rubik's Cubes hou. Ik ben een zombie. Ik ben verkleed als een marionetje. Ik ben Kobe Bryant. Ik ben verkleed als een chirurg, omdat ik later chirurg wil worden. Ik heb een nier geknutseld en ik heb hierin wat spuitjes en wat verband. Ik had dus een video op YouTube gezien van een transformer. Ik vond dat een leuk idee voor carnaval. Dus ik heb dat aan mijn papa gevraagd en ja, we hebben er één geknutseld. Mijn vrienden vinden het super cool, ook als ik kan inklappen. Hey, super tof dat je zo'n grote karwiet van bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.